De helden van Goede Tijden, Slechte Tijden hebben weer een eigen magazine vol dingen die we nog niet wisten over de acteurs. 3, 2, 1, go! De cast van Nederlands populairste soap lanceert dit jaar alweer een zomermagazine. Dylan, hoofdredactrice van GTS Ten Magazine, hoe is dat? Ja, het is alweer een tijdje geleden natuurlijk, maar het is er, het blad is er. En het was echt heel leuk. Wauw, het is ontzettend leuk om mijn collega's op zo'n manier te zien. Met een hele mooie foto van jou ook. Beetje streng, hè? Ja, prachtig. Oh, dank je. We kunnen wel eens een beetje stom reclame lopen maken, maar we hebben er echt keihard aan gewerkt. Ik wilde iets maken wat juist in een tijd van, zeg maar, Instagram en buitenkant naar binnen. En wat vinden we nog meer tof? Wat zijn onze passies? Wat weten we nog niet van de acteurs? De GTST'ers nemen geen blad voor de mond en vullen 196 pagina's met de mens achter de acteur. Ik sta met mijn moeder in het magazine. Ah, mijn mami. Met Hans Kazan en een hele frisse barbecue buiten op het strand. Waarom Hans Kazan? Omdat volgens mij Hans Klok niet kon. Ik heb een interview met mijn moeder gedaan. En dat is onderdeel van 4 interviews met moeders en acteurs. En zoiets zou ik normaal gesproken niet zo snel doen. Dylan en ik hebben ook wel een discussie gehad over de foto's. Want ik dacht, ik kom maar 1 keer in mijn leven in een magazine. Mag ik er alsjeblieft een beetje glamorous op staan? Maar dat kon niet. Je persoonlijke verhaal over ballet, waarom wilde je dat vertellen? Voor heel veel mensen hangt er een zweem van tuttigheid omheen. En dat is het zo heel erg niet. Oeh, wat vind ik dat? Dat is zo heerlijk, zie je? Nou, hier is toch echt een balletdanseres in verloren gegaan. Nou, ik denk het niet hoor. Nou, het blaadje is dus zo gevuld, net als de agenda deze zomer.